Hallo en welkom bij Short Talks. Deze week acteur Hans Krassi. Dat je als toneelspeler de gelegenheid hebt om elke avond proberen het beter te doen. Een nieuw Nederlands filmtalent in onze Yellow Carpet rubriek. Hans, welkom bij Short Talks. Okay. Je bent opgegroeid in een heel artistieke familie. Je vader en moeder waren acteurs, je broer ook. Denk je dat je zonder deze omgeving ook de acteur was geworden? Ik was in ieder geval wel in de verbeeldingswereld terechtgekomen. Of als schrijver, of als bedenker. Of ik nou specifiek dan toneelspeler zou zijn geworden, dat weet ik niet. Maar wel, in ieder geval niet op kantoor beland. Ik zou niet een auto-ingenieur zou zijn geworden. Maar de verbeeldingswereld, schrijver, denk ik. Verhalen waren altijd heel belangrijk voor ja. je. Ja. Ja. Was er een specifieke moment waarop het duidelijk werd dat je dit pad op wilde gaan? Dat is inderdaad een moeilijke vraag. Omdat het, ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld. Toen ik een jaar of 10 was, toen regisseerde ik al kleine toneelstukjes met mijn broertje. En schreef daar ook de tekst voor. Dus ik ben er altijd mee bezig geweest. Altijd. Maar op school heb ik wel mijn ogen en oren opengezet om te kijken naar andere dingen in de wereld. En toen besefte ik dat ik zou geen natuurkundige worden. Ik zou geen wiskunde, dat werkte bij mij niet. Scheikunde ook niet. Het bleef altijd in de verbeeldingswereld. Ik vond het heerlijk om verhalen te bedenken, om de dingen mooier te maken dan ze waren. Om heel veel films en heel veel toneelstukken te zien die dan in mijn eigen fantasie zich steeds verder ontwikkelden. De Clue is een korte film over een vrouw die een beetje vastgelopen is in haar leven. En die een uitnodiging krijgt om op een avontuur te gaan. En dan gaat ze op een speurtocht waar ze allerlei clues ontdekt. Ik studeer eigenlijk ook als actrice, maar dit jaar kreeg ik de mogelijkheid om ook een korte film te maken. En dat is iets wat ik ook altijd al heb gewild. Dus die kans greep ik eigenlijk meteen aan om dat te doen. En ik wou me eigenlijk focussen om echt op het verhaal te vertellen vanuit mijn perspectief. Dus, en ik had gewoon hele goede acteurs om mee te werken. Dus dat was eigenlijk perfect. Ticking Away is een korte animatiefilm. Het gaat over een klokkenmaker die op een avond een heel vreemd klokje krijgt te repareren. Ik heb besloten om de film hand te tekenen, omdat ik eigenlijk altijd animatie heb uitgevoerd in handtekeningen. Het is gewoon wat het dichtst bij me ligt. En ik vond het wel passen bij het verhaal. Ik vond het wel goed samengaan. Dat had in poppen gekund, maar dat had ook zo gekund en hier ben ik beter in. Ik heb animatie eigenlijk zelf geleerd. Ik ben autodidact. Ik heb een paar maanden op de academie gezeten en dan ben ik heel gedesillusioneerd weer weggegaan. 20 jaar geleden was dat, toen ik animatie wilde studeren op een academie. Nu zijn de animatieopleidingen veel beter, heb ik begrepen. Maar toen ik daar wegging heb ik besloten om het zelf te leren door de boeken die ik heb moeten aanschaffen te gebruiken. Om het vak te leren en mensen die in het vak zaten op te bellen en te vragen van, zou je naar mijn werk willen kijken? Het feit dat je familie al bekend was in de artistieke wereld, maakt dat het makkelijker voor je om daarmee te beginnen? Ik denk dat het veel moeilijker is. Omdat je wordt altijd dan vergeleken met je vader en dienstvader, et cetera. En je moet misschien net ietsje beter zijn dan gemiddeld. En je moet het zelf verdienen. Die naam, die helpt pas als je zelf goed bent. Als je minder bent, dan is de naam een ontzettende
ja, steen aan je been, blok aan je been. Voelde je jezelf ooit in de schaduw staan van je vader? Nee, omdat ik zo'n totaal andere kant op ging. En zo andere soortige belangstelling binnen het theater had, heb ik dat nooit gevoeld. Nooit, als zodanig. Daarbij, hij was ook van een andere generatie. En bij het theater werken generaties erg sterk. Elke generatie neemt een stuk verleden mee. En als je van een jongere generatie bent, dan wil je met dat verleden breken. Dus het was zoals je breekt met je ouders om zelf door te gaan, zo moest ik ook nog eens breken met mijn ouders om het vak verder te helpen brengen. Was het moeilijk om van acteren naar regisseren te schakelen? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen. In het middengedeelte van mijn leven was het regisseren het belangrijkste. En omdat ik in die tijd was ik intendant van de stad Schouwburg hier. En waren mijn leeftijdgenoten, die waren aan de beurt om te spelen. En ik regisseerde. Pas later, toen het regisseren wat minder werd, toen vond ik het leuk om ook rollen te ontdekken. En toen heb ik eigenlijk alles ingehaald wat ik had willen spelen. En dat blijf ik tot nu toe doen. En mijn laatste rol was de dokter in de Drie Zusters bij het Nationaal Toneel. En ja, dat zit dan ook nog in een soort traditie. Mijn vader heeft die rol ook gespeeld, mijn overgrootvader, mijn grootvader ook. En ja, dat is dan zo'n uitdaging. En volgend jaar ga ik weer spelen. Hans, het was een echte eer om met je te spreken. Dankjewel en tot de volgende keer.